Goedenavond allemaal. Welkom bij dit programma van Radboud Reflect in samenwerking met de faculteit der rechtsgeleerdheid. En vanavond gaan we het hebben over het einde van de rechtsstaat. En dat klinkt misschien heel heftig. En ja, eigenlijk is dat ook wel. En ik weet niet hoe u naar deze avond toe ging toen u naartoe liep. Maar toen ik eerst hoorde over het onderwerp, toen dacht ik, ja, het einde van de rechtsstaat. Ja, dat is iets ver weg, dat is misschien in Rusland. Of ja, oké, misschien ook wel in de Verenigde Staten, maar niet hier in Europa. Nou ja, het vervelende nieuws is dat het misschien wel juist hier het geval is. Er is namelijk veel ophef over het ondergraven of het uithollen van de rechtsstaat in Polen en in Hongarije. Nou, heel kort, wat is er aan de hand? Twee dingen. Nou, in Polen gaat het vooral over de rechtsstaat en de benoeming van rechters. Dus een nieuwe regeringspartij is aan de macht. Ironisch genoeg, de Partij voor Recht en Rechtvaardigheid sleutelt aan hoe de rechters worden benoemd in het land en proberen meer grip te krijgen op de rechtspraak. Nou, daarvoor worden ze op de vingers getikt door Europa. Maar hoe kan dat dan en hoe moeten ze daarmee omgaan? Dat is Polen aan één kant. Aan de andere kant is er Hongarije, waar ook wordt gemorreld aan de rechtsstaat, maar op een andere manier. Viktor Orbán is premier en met zijn rechtsconservatieve partij Fidesz heeft hij al 3 termijnen de absolute meerderheid in het parlement. Nou ja, de absolute meerderheid in het parlement, dat geeft je heel veel mogelijkheden. Je kan je migratiewetten aanscherpen. Je kan de Centrale Europese Universiteit langzaam het land uitbewegen. Maar hij hervormt ook het kiesstelsel. Wat het dus bijvoorbeeld mogelijk maakt om, ook al heb je niet de volledige meerderheid, toch de volledige meerderheid in het parlement te krijgen. Nou, daarover ontstaan vragen. Onder andere in Europa. En daar gaan we het vanavond over hebben. Want het roept allemaal vragen op van wat is nou precies aan de hand in die landen, wat kan Europa doen? Zou Europa hier iets aan moeten doen? Daar gaan we het over hebben. We gaan zo meteen eerst luisteren naar professor Paul Boventeert. Hij is professor staatsrecht en hij zal eerst ingaan op de situatie in Polen. Dus wat is er aan de hand met de rechtsstaat in Polen en hoe werkt dat precies met die benoeming van die rechters? En verschilt dat dan met andere landen? En wat gaat er dan gek of vreemd? En daarna gaan we luisteren naar professor Anne van der Vleuten. Zij is hoogleraar bij politicologie en doet onderzoek naar Europese integratie. En zij zal haar licht werpen op wat er precies in Hongarije gaande is. Wat voor politieke hervormingen worden daar doorgevoerd? En zijn die problematisch? En zo ja, waarom dan? Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Dan gaan we over de gehele breedte over deze kwesties spreken. Dat duurt ongeveer nou, 30 minuten. En daarna is er nog ruimte voor u om vragen te stellen. Daar hebben we ongeveer 15 minuten voor gereserveerd. Mijn naam is Tjelle Tempels. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En ik wens jullie alvast een hele fijne avond. Ja, dames en heren. Goedenavond. Ik ga u vanavond een beetje inwijden in de details van de hervorming van de rechtelijke organisatie in Polen. Er is al een aantal jaren best wel wat gerommel met de rechtelijke macht in Polen. En het is al gezegd, de regerende regeringspartij, Recht en Rechtvaardigheid, prachtige naam, heeft een grootscheepse reorganisatie, hervorming van de rechtelijke macht in gang gezet. Dat heeft geleid tot veel commotie in de Europese Unie. En het is goed om te weten dat het EU-verdrag in artikel 2 een aantal waarden opsomt voor de lidstaten van de Europese Unie. En een van die waarden is de rechtsstaat. En de Europese Commissie vindt dat in Polen sprake is van een ernstige schending van die rechtsstaat. En bij zo'n ernstige schending van de rechtsstaat kunnen er maatregelen getroffen worden. Kan op grond van artikel 7 van het EU-verdrag kunnen rechten ontzegd worden aan een lidstaat die die waarde ernstig schendt. Dus het is interessant, dames en heren, om de vraag te bespreken, ja, wat houdt eigenlijk die rechtsstaat in? En welke eisen stelt de rechtsstaat aan de organisatie van de rechtelijke macht?
En wordt aan die eisen die de rechtsstaat stelt, wordt aan die eisen niet voldaan in Polen door die hervormingen in de rechterlijke macht? Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste vragen die ik met u wil bespreken. Even kijken. Oh, ik ga wat te ver. Dit zijn de hoofdrolspelers in deze affaire. Nou, we zien natuurlijk linksboven zien we Frans Timmermans, onze Frans kunnen we wel zeggen. Vicevoorzitter van de Europese Commissie en die heeft een ware kruistocht gevoerd tegen die hervormingen van de rechtelijke organisatie in Polen. En dat heeft dan nu toe geleid dat waarschijnlijk er besluitvorming plaatsvindt op basis van artikel 2 en artikel 7. En daar rechtsboven zien we dan wat vertegenwoordigers van de Poolse regering, de president, wat andere personen uit die regering. Rechtsonder zien we dan de slachtoffers, de rechters van de rechterlijke macht in Polen. En linksonder, dat komt u misschien iets minder bekend voor, daar ziet u de Venice Commission in actie. En die Venice Commission is best wel belangrijk in dit dossier. Dat is een commissie, een werkgroep van de Raad van Europa, die rapporten schrijft over lidstaten en in die rapporten ingaat op bijvoorbeeld de rechtsstaat, de rechtsstatelijke eisen die gesteld moeten worden aan een lidstaat, constitutionele hervormingen. En die Venice Commission heeft ook een aantal rapporten uitgebracht over onder meer Polen in het kader van die hervormingen. En die rapporten van de Venice Commission spelen een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Nou, hoppakee. Wat houdt nu de rechtsstaat in? Om met dat algemene begrip te beginnen. Dat is meteen best wel moeilijk, want die rechtsstaat, dat is eigenlijk een open begrip, een soort containerbegrip. Ieder legt zijn eigen accenten als het gaat om wat een rechtsstaat is. Dus het is best wel moeilijk nader te omschrijven. Het is echt niet vaststaand. Kies even een paar perspectieven. Eerst het Nederlandse perspectief en dan het perspectief van de Europese Commissie om u een beeld te geven van wat nou de eisen zijn die in het algemeen gesteld worden aan een rechtsstaat. Het voordeel van Nederland is dat we binnenkort, u wist dat misschien nog niet, een nieuwe bepaling krijgen in de grondwet, een algemene bepaling, waarin komt te staan de grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Dus het begrip rechtsstaat zal, als die grondwetsherziening doorgaat, en daar ziet het wel naar uit, een grondwettelijk begrip worden in Nederland, rechtsstaat. Nou, dan is het heel makkelijk. Dan ga je kijken in de toelichting op die nieuwe grondwetsbepaling om te achterhalen wat wij in Nederland onder rechtsstaat verstaan. En dan zie je, als je kijkt in die toelichtende stukken, dat die rechter een centrale positie inneemt in de rechtsstaat. We onderscheiden ten eerste het legaliteitsbeginsel. Misschien wel bekend, hè, dat de overheid zich moet houden aan de wet en het recht. En het is natuurlijk de rechter die moet controleren of de overheid aan dat legaliteitsbeginsel voldoet. Dus daar speelt hij al een belangrijke rol. Het tweede element in de rechtsstaat is dat er machtenscheiding moet zijn. We moeten drie gescheiden staatsmachten hebben, parlement, regering en een rechterlijke macht. Een zelfstandige en gelijkwaardige staatsmacht, de rechterlijke macht. Derde element in die rechtsstaat, volgens die nieuwe bepaling in de grondwet, is dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn. Dus in die rechtsstaatgedachte wordt die rechter zelfs als apart kernelement genoemd. Wat heel bijzonder is. En tenslotte, het vierde element, is dat de rechter grondrechten beschermt. Dat elke burger grondrechten heeft en dat de rechter die grondrechten moet beschermen tegenover de overheid. Dus zonder rechter, zonder onafhankelijke en onpartijdige rechter, geen rechtsstaat, zou je kunnen concluderen op basis van die Nederlandse benadering. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de benadering in het Europees verband. De Europese Commissie heeft ook dat begrip rechtsstaat uitgelegd in rapportages, onder andere over Polen. Verwijst dan veel naar die
Venice Commission, waar ik het over had. En die Venice Commission, die onderscheidt dan, overgenomen door de Europese Commissie, elementen als legaliteit, legaliteitsbeginsel, dat is ongeveer hetzelfde, rechtszekerheid, verbod van willekeur voor de overheid, onafhankelijke en onpartijdige rechter, ook als een wezenlijk element in die rechtsstaat vanuit Europees perspectief. En een effectieve rechterlijke toetsing van grondrechten. Dus die twee benaderingen van de rechtsstaat, die komen redelijk overeen, zou je kunnen zeggen. In die rechtsstaat speelt de onafhankelijke en onpartijdige rechter een belangrijke rol. Wat houdt nou onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in? Er is natuurlijk ook weer verschil van mening over mogelijk. Maar in de kern ziet iedereen wel dat onafhankelijkheid ziet op de relatie tussen de rechter en de andere staatsmachten, de regering en het parlement. Dat is wat anders dan onpartijdigheid. Onpartijdigheid ziet eigenlijk vooral op de relatie rechter-procespartijen in een bepaalde rechtszaak. Onafhankelijkheid gaat dus over de verhouding tot die andere twee staatsmachten. Nou, als we ook dat weer vanuit verschillende perspectieven bekijken, dan zie je dat in Nederland men uitgaat van enerzijds een soort rechtspositionele onafhankelijkheid van de rechter. Hij is benoemd voor het leven, staat in de grondwet. Dat betekent in de praktijk tot 70 jaar. En die rechter kan alleen maar geschorst en ontslagen worden door een gerecht van de rechterlijke macht. En wel de Hoge Raad. Dus niet door de regering, niet door het parlement. En daarnaast heeft die rechter natuurlijk ook functioneel onafhankelijkheid. Hij heeft, zoals we dat noemen, beslissingsvrijheid. Hij kan niet beïnvloed worden door regering en parlement. Hij moet altijd zelfstandig vrij kunnen beoordelen en beslissen. Kiezen we een ander perspectief, namelijk het perspectief van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, op basis van artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, dan zien we een wat soepeler benadering. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens eist niet een benoeming voor het leven, maar een benoeming voor bepaalde tijd van rechters voor een paar jaar is ook voldoende voor het Europese Hof. Dat geeft al meteen een ander perspectief. Dus ook tijdelijke benoemingen van rechters zijn volgens het Europese Hof voor de rechten van de mens denkbaar. En ook ontslag door een regering wordt door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in zijn jurisprudentie bij artikel 6 EVRM niet uitgesloten. Heel belangrijk in die jurisprudentie is dat het Hof hecht aan beslissingsvrijheid van de rechter. Dus die functionele onafhankelijkheid die is wel heel sterk gewaarborgd in die jurisprudentie van het Hof. Derde perspectief is de Venice Commission. Die Venice Commission stelt strikte eisen, verhoudingsgewijs strikter dan bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De Venice Commission, grotendeels bestaande uit rechters, dus dat is natuurlijk niet zo gek dat ze opkomen voor hun eigen beroepsgroep, zou je kunnen zeggen. Die Venice Commission die eist dat rechtspraak een exclusieve bevoegdheid is van rechters, dat die rechters een volledige toetsingsbevoegdheid moeten hebben, dat benoeming moet plaatsvinden op grond van objectieve criteria altijd, dat benoeming moet plaatsvinden voor onbepaalde tijd tot aan het pensioen, dat disciplinair toezicht van rechters op rechters moet plaatsvinden intern binnen de rechterlijke macht, dus niet door de regering, niet door het parlement, en dat die rechter ook beslissingsvrijheid moet hebben en niet alleen ten opzichte van regering en parlement, maar ook intern ten opzichte van andere rechters. Dus hier zien we een redelijk stevige benadering van wat onafhankelijkheid is volgens de Venice Commission. Conclusie, wat rechterlijke onafhankelijkheid is en wat die rechtsstatelijke eisen van onafhankelijkheid zijn, dat staat dus niet helemaal vast. Daar kun je verschillend over oordelen. Er zijn wel wat gemeenschappelijke noemers, maar er zijn ook verschillen. Zeker op het terrein van
de rechtspositie van de rechterlijke macht. En met name gaat het dan, dames en heren, over de wijze van benoeming van rechters. Want daarover bestaat eigenlijk veel onduidelijkheid. Wie moet nou benoemen? Is dat de regering? Moeten rechters zeggenschap hebben over de benoeming van andere rechters? Dat blijft eigenlijk in die hele discussie over wat onafhankelijkheid is en moet zijn, dat blijft tamelijk onduidelijk. Goed, dan gaan we even kijken naar de hervormingen in Polen. En eerst wil ik een paar algemene opmerkingen maken en dan wil ik die hervormingen een beetje specifiek en in detail met u doornemen om te laten zien hoe regering en parlement kunnen proberen om die rechterlijke macht politiek te beïnvloeden. Eigenlijk is de centrale vraag, probeert de Poolse regering, zoals ze dat noemen, de rechterlijke macht in te pakken. Politiek in te pakken. En daar is een mooie term voor, dames en heren. Dat noemen ze internationaal court packing plans. Dus plannen van de regering om de rechterlijke macht in te pakken. En die samenstelling te gaan beïnvloeden. En daar zijn veel voorbeelden van uit de geschiedenis van vele landen. En ik geef hier een klassiek voorbeeld van zo'n court packing plan, zo'n plan om die rechterlijke macht politiek te beïnvloeden. En dat voorbeeld komt natuurlijk uit de Verenigde Staten. Alle slechte voorbeelden komen uit de Verenigde Staten. En het gaat over president Roosevelt, die we eigenlijk ontzettend bewonderen als een fantastische president die de economische crisis van de jaren 30 wist te overwinnen en daarna de oorlog inging en ons bevrijdde. Maar die Roosevelt die had ook duistere kanten. En dit is een van die duistere kanten van Roosevelt. Er waren er nog wel meer trouwens. Hij ondervond namelijk toen hij zijn beroemde New Deal wetgeving, dat kunt u zich nog wel herinneren, die wetgeving om de economie weer erbovenop te helpen. Die wetgeving die werd consequent in het Amerikaanse hooggerechtshof, de Supreme Court, afgeschoten. Afgeschoten omdat hij in strijd was met de contractvrijheid of andere juridische argumenten. Het hooggerechtshof lag dwars met 5-4. 9 rechters zitten erin. En 5-4 werden al die wetten van Roosevelt in zijn New Deal politiek verworpen. En in 1936 dacht Roosevelt, hier moet ik wat aan gaan doen. En toen kondigde hij een plan aan tot hervorming van de rechterlijke macht. Hij zei, ja, er zijn ontzettend veel achterstanden in de rechterlijke macht. De rechterlijke macht functioneert niet goed. Komt ook vooral door de oude rechters in die rechterlijke macht. Dus we moeten de rechterlijke macht vernieuwen en verjongen. En voor elke rechter van 70 jaar en ouder moet er een nieuwe benoemd worden. De bedoeling van zijn plan was natuurlijk gewoon om een meerderheid te krijgen in het Hoge Rechtshof. Door een aantal van die oudere rechters aan te vullen met zijn eigen New Deal rechters. U ziet het hier in die cartoon. Zou Roosevelt alsnog de meerderheid krijgen in het Hof en zijn politiek kunnen doorvoeren. Nou, dat plan, dat court packing plan, werd afgeschoten in het Amerikaanse congres, omdat het congres natuurlijk vond dat dit een inbreuk was op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. De president probeerde de samenstelling van het Hoge Rechtshof en andere rechtergerechten te manipuleren door in één klap allerlei nieuwe rechters te benoemen. Die court packing plans die zijn daarna niet meer voorgekomen, maar als je nu gaat kijken hoe in de Verenigde Staten rechters worden benoemd door de president, dan zien we bij Trump, president Trump, eigenlijk dat hij ook probeert zij stapsgewijs bij elke vacature een conservatieve rechter te benoemen. En ook dat is een soort manipulatie van de rechterlijke macht die een historische traditie kent. Hier ziet u president Eisenhower in gesprek met twee rechters van het Supreme Court, Earl Warren en William Brennan. En dat waren de twee belangrijke rechters die hij benoemde als president. En na afloop van zijn presidentschap werd door een journalist aan hem gevraagd,
Mr. President, did you make any mistakes being president? En toen zei Eisenhower, yes, I've made 2 mistakes and they are both sitting in the Supreme Court. Hij had er 2 benoemd, maar die 2 gingen allebei een andere kant op toen ze eenmaal rechter waren dan de president wilde. En dat is een belangrijk punt om te onthouden, dames en heren. Je kunt wel proberen om via benoemingen de samenstelling van de rechterlijke macht te beïnvloeden. Maar rechters, als ze eenmaal voor het leven benoemd zijn, die gaan vaak hun eigen weg. En de Amerikanen zeggen, it is as shooting an arrow in a far distant future. En je weet niet wat je te wachten staat als je een rechter benoemt op langere termijn. Nou, dus court packing plans en beïnvloeding van rechtspraak, gerechten door benoemingen, dat komt voor. We kunnen ook nieuwe voorbeelden geven uit de recente geschiedenis. Bijvoorbeeld in Duitsland, waar na de eenwording, het opheffen van de DDR, ook eigenlijk alle rechters uit de DDR eigenlijk opnieuw beoordeeld werden. En zij het individueel. En een groot deel van die DDR-rechters uiteindelijk ontslagen is. Ik geloof wel meer dan 80% van die DDR-rechters is bij de eenwording met de Bondsrepubliek Duitsland ontslagen. Met name was het criterium, hebben die rechters rechtszaken behandeld waarin het ging om Oost-Duitsers die probeerden te vluchten naar West-Duitsland. Al die rechters die aan die processen hadden meegedaan, die verloren hun baan. En zo vond er in zekere zin ook bij die Duitse eenwording een soort court packing plan plaats, een soort zuivering, zij het dat op individuele basis gebeurt. En we zien ook in andere Oostbloklanden, bijvoorbeeld Oekraïne, dat men daar de laatste jaren dit soort zuiveringen in de rechterlijke macht heeft doorgevoerd. In Oekraïne hebben ze alle rechters ontslagen en vervolgens konden die oud-rechters opnieuw solliciteren naar een rechterlijke functie, waarbij ze dan beoordeeld werden op hun deskundigheid en hun verleden. Nou, en nu komen we bij Polen, dames en heren. Ook in Polen is sprake van zo'n grootschalige hervorming die op onderdelen veel weg heeft van zo'n court packing plan. Het vreemde is alleen dat Polen natuurlijk eigenlijk al 30 jaar niet meer in een communistische maatschappij leeft. Hè? Men had eigenlijk, als men die rechterlijke macht had willen zuiveren, dat na 1989 moeten doen. Maar men heeft eigenlijk meer dan 20 jaar niets gedaan. En nu komt de huidige regering en de meerderheid in het parlement ineens met plannen om die rechterlijke macht te hervormen, waarbij het argument wordt gebruikt, die rechterlijke macht bestaat grotendeels uit oude communisten, hè? Is corrupt, heeft weinig vertrouwen in de samenleving. Dus het wordt tijd dat wij maatregelen nemen om die rechterlijke macht op orde te brengen. Goed, ik ga nu even in op de bijzondere aspecten van die hervormingen van de rechterlijke macht. Die foto is eigenlijk niet zo gelukkig, dames en heren. Want als je er zo naar kijkt, zou je kunnen zeggen, ja, dat heeft wel een opfrisbeurt nodig daar in Polen. Hè? Maar dat is niet de bedoeling. Vanaf 2015 zijn er eigenlijk controversies over die hervormingen van de rechterlijke macht. Eerst spitste zich dat toe op het Constitutionele Hof van Polen. Dat laat ik verder buiten beschouwing. En nu gaat het eigenlijk sinds 2016-17 vooral over de gewone rechterlijke macht. Met name over het Poolse Hooggerechtshof, zeg maar de Poolse Hoge Raad. En een heel belangrijk punt in die hervorming betreft de wijze van benoeming, daar hebt u het weer, van de leden van die Poolse Hoge Raad. Hetzelfde geldt overigens ook voor alle andere rechters van de lagere gerechten. Maar de discussie spitst zich vooral toe op die Hoge Raad. Nou, hoe zit dat nou met die benoeming daar formeel? Benoemt de president van de Republiek van Polen rechters. Dat is op zich helemaal niet bijzonder, dat de regering of een president benoemt. Maar de grondwet eist in Polen dat daarnaast een nationale raad voor de rechtspraak
kandidaten selecteert en voordraagt. Dus die president kan alleen maar benoemen wat die Nationale Raad voor de Rechtspraak voordraagt. En vroeger bestond die Nationale Raad voor de Rechtspraak voor een belangrijk deel uit rechters, gekozen door rechters. Dat wilde dus zeggen dat de rechterlijke macht een belangrijke zeggenschap had op de vervulling van vacatures in de Hoge Raad. En ook bij de lagere rechten. En dat wordt nu veranderd. De grondwet stelt wel eisen aan de samenstelling van die Nationale Raad voor de Rechtspraak. Stelt ook dat 15 van die 25 leden rechters moeten zijn. Maar geeft niet aan hoe die rechters moeten worden geselecteerd. En de truc is dat in die hervormingsvoorstellen voortaan die rechters gekozen worden door de Poolse Tweede Kamer, het parlement. Ze worden niet langer meer gekozen uit en door de rechters, maar door het parlement. En dat maakt natuurlijk de kans op politieke beïnvloeding van die Nationale Raad voor de Rechtspraak, die rechters selecteert, veel groter. En dat zal ongetwijfeld ook de opzet geweest zijn. Dat is een heel belangrijk punt, die wijze van benoeming. En dat is ook het punt waar de Europese Commissie en de Venice Commission heel sterk over vallen. Ik ga snel verder. Wat gebeurt er nog meer? Ja, men heeft weinig vertrouwen in die Hoge Raad van Polen, dus men zoekt naar instrumenten om die Hoge Raad, die zittende rechters in de Hoge Raad, te omzeilen. En dat doet men door twee nieuwe kamers in die Hoge Raad in te richten. In die eerste kamer, die er dan zou moeten komen, beroepen worden behandeld tegen uitspraken van rechters in het verleden. En die kamer die wordt samengesteld uit rechters en uit leken, uit burgers die weer gekozen worden door het parlement. Dus op deze wijze creëert men als het ware een nieuw oppergerecht boven die Poolse Hoge Raad die speciale beroepen gaat behandelen. Beroepen tegen rechtelijke uitspraken uit het verleden. En daarnaast creëert men een nieuwe disciplinaire kamer in de Hoge Raad. En die disciplinaire kamer die moet dan misdragingen van rechters gaan beoordelen. Kan ook leiden tot ontslag van rechters. En ook die nieuwe disciplinaire kamer bestaat dan deels uit rechters, deels uit leken. Deels uit burgers die door het parlement gekozen kunnen worden. Dus hier zie je hoe men via de samenstelling van nieuwe kamers in zo'n hoge rechtshof probeert als het ware een zekere politieke invloed te krijgen op met name de gedragingen van rechters. Derde punt betreft de hervorming van de zittingstermijn van leden van de Hoge Raad en andere rechters. Dat is het bekende punt, u misschien wel bekend, dat men in Polen de pensioenleeftijd ineens ging verlagen bij die hervorming van 70 naar 65 jaar. Kun je zeggen, dat is niet zo erg. Maar dat was ook een maatregel voor de zittende rechters. Dus alle zittende rechters die op iets hogere leeftijd waren, misschien die ene daar in het midden en die andere ook wel, die kwamen dus voor onmiddellijk ontslag in aanmerking. En daarmee greep de regering en het parlement eigenlijk rechtstreeks in de samenstelling van de rechterlijke macht en het Hoge Rechtshof op dat moment. En het gemene in die constructie was dat die mensen die dan rond hun 65e waren ontslagen werden en vervolgens, volgens die nieuwe wet in die hervorming, konden gaan solliciteren om toch nog een verlenging te krijgen tot 71-jarige leeftijd. Met name dat laatste punt, dat wringt natuurlijk heel erg en maakt een inbreuk op die onafhankelijkheid. Nou, er zijn nog wat meer hervormingen die van belang zijn. Bijvoorbeeld dat de benoeming van de president en van voorzitters van kamers, dat die voortaan op termijn worden gesteld. 6 jaar, 3 jaar. Waarbij dan steeds de president van de republiek al of niet die benoemingen kan verlengen. En zo zijn er nog meer hervormingen in gang gezet. Ook een zaaksverdeling waarbij de minister van Justitie meer invloed krijgt.
samenvoeging van het Openbaar Ministerie met het Ministerie van Justitie. Allemaal maatregelen waar je fronsend naar zou kunnen kijken vanuit het perspectief van onafhankelijkheid. Je zou dus zeggen, dit pakket maatregelen lijkt heel sterk op een court packing plan. Het sterkste daarin is natuurlijk die verlaging van die pensioenleeftijd. Dat is een hele botte maatregel. Overigens is die maatregel onlangs ingetrokken, dus die angel is er wel uit. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere dubieuze maatregelen. Het creëren van nieuwe kamers in die Hoge Raad, waarbij de president dan de procedures bepaalt en natuurlijk die kamers gaat vullen met door hem benoemde rechters, is denk ik dubieus. Die disciplinaire procedure, die heeft ook bedenkelijke kanten. En die korte zittingstermijnen van die rechters in leidende functies, presidenten van gerechten, presidenten van kamers, ook dat is een, denk ik, een bedenkelijke aangelegenheid vanuit het perspectief van de onafhankelijkheid. Nou, de Europese Commissie veroordeelt deze hervormingen en stelt dat die maatregelen in strijd zijn met Europese standaarden. Want, zegt de Commissie, dat punt moet ik nog even met u bespreken, de Commissie zegt, zo'n Raad voor de Rechtspraak, die rechters selecteert en voordraagt voor benoeming, moet voor de helft bestaan uit rechters. Dat is een Europese standaard. Daaraan moet Polen voldoen. Ga je echter kijken in de praktijk, dames en heren, in andere Europese landen, dan zul je zien dat die Europese standaard eigenlijk helemaal niet voorhanden is. Even heel kort een blik over de velden. Te beginnen met Duitsland. Duitsland kent helemaal geen Raad voor de Rechtspraak. In Duitsland worden de bondsrechters gekozen door een kiescollege bestaande uit 16 leden van het parlement en 16 ministers van de deelstaten. Helemaal geen Europese standaard en bij uitstek een politiek college dat rechters kiest voor benoeming. Ik wil niet zeggen dat het allemaal hele politieke benoemingen zijn, maar de kans op politieke beïnvloeding is in Duitsland zeker aanwezig. Kijken we naar Engeland, dan zien we dat er wel een soort benoemingscommissie is, maar die benoemingscommissie wordt grotendeels samengesteld door de minister van Justitie. Het is helemaal niet zo dat rechters gekozen worden door rechters die dan vacatures moeten gaan vervullen en kandidaten selecteren. En bij de hogere rechterlijke functies beslist de prime minister samen met de minister. Dus ook daar is geen sprake van grote zeggenschap van rechters op benoemingen. Kijken we naar België. Dit is typisch België, dames en heren. Dat ziet u, hè? Enorm grote club. Daar hebben ze wel een raad voor de rechtspraak. En dat is natuurlijk weer verdeeld naar taalgroepen en weet ik wat allemaal niet meer. Het is allemaal heel ingewikkeld. 44 leden. Kent die Raad voor de Rechtspraak, bestaat voor de helft uit rechters, voor de helft uit leken, allemaal benoemd door het parlement, niet door rechters. En als je gaat kijken naar promotiefuncties in de rechterlijke macht in België, dan zijn dat allemaal politieke beslissingen. Dan is dat één groot patronagesysteem waar de Raad van Europa ook al eerder forse kritiek op heeft uitgehaald. Dus politieke invloed op rechtersbenoemingen in België is heel normaal. Komen we uit de Nederland? Hier ziet u een beëdiging, namelijk van de president van de Hoge Raad, ten overstaan van onze Willem, koning Willem-Alexander, en daar tussenin ziet u de directeur van het kabinet van de koning, Chris Breedveld. Die neemt netjes de eed af. Hoe zit het in Nederland? In Nederland worden rechters benoemd bij koninklijk besluit. Als je in wereldwijde surveys gaat kijken naar hoe rechters in de wereld benoemd worden, dan staat er altijd appointed by the monarch, by the king. En dat is hetzelfde systeem als in Marokko bijvoorbeeld. Maar achter dat systeem van benoeming door de regering gaat natuurlijk schuil benoeming op aanbeveling, waarbij rechters
rechtbanken een belangrijke rol spelen. Dus in Nederland zie je dat formeel de regeling eigenlijk niet goed is en politieke invloed niet uitsluit, maar in werkelijkheid de rechtbanken invloed hebben. Zij het dat bij de bestuurders in die gerechten, de presidenten van de rechtbanken, de andere bestuursleden, die worden maar voor 6 jaar benoemd, net als in Polen, en kunnen tussentijds ontslagen worden. En dus daar zie je weer dat de onafhankelijkheidswaarborgen heel matig zijn. Ik moet even snel afronden. Ja, dames en heren, zo op het eerste oog zou je zeggen, die Poolse hervormingen die voldoen in het geheel niet aan rechtsstatelijke eisen. En er zitten inderdaad hele zwakke punten in die hervormingen. Maar dan gaat het niet zozeer over die benoemingswijze. Het centrale punt voor de Europese Commissie. Want juist als het gaat om benoemingen van rechters, zijn er nog heel veel andere slechte voorbeelden in Europa te geven. Op andere punten daarentegen is het denk ik wel slecht gesteld met die hervormingen. Denk aan die disciplinaire kamers, dat toezicht, het creëren van nieuwe kamers naast de Hoge Raad die er al zijn. Dus ik denk dat de argumentatie van de Europese Commissie op onderdelen ronduit zwak is. En dat komt ook omdat die commissie zich misschien te veel laat leiden door die hele strenge eisen die de Venice Commission stelt. Dat zijn geen Europese standaarden, dat zijn de standaarden van de Venice Commission. Maar ze zijn niet illustratief voor hoe in Europa met de rechtelijke macht wordt omgesprongen. En als je dan in andere landen gaat kijken, dan valt er op die andere landen, waaronder Nederland, nog heel wat af te dingen op die rechtsstatelijke eis van onafhankelijkheid. Dat is in meerdere landen een probleem. En daar wou ik het bij laten. Dank u wel. En hoe zit het dan met Hongarije? Orbánistan. Ik heb enkele vragen die ik graag wilde behandelen. De vraag wat het probleem is in Hongarije. En daaruit zal ook duidelijk worden in hoeverre dat anders dan wel hetzelfde is als het gaat over Hongarije en Polen. De vraag wat de EU kan doen, wat doet de EU eigenlijk daaraan? Ook de vraag wat de Hongaren zelf hiervan vinden. En vooral ook, is dit nu eigenlijk een typisch Oost-Europees probleem die indruk had kunnen ontstaan op grond van het affiche voor deze avond. Tegelijkertijd heeft collega Bovendeert al duidelijk gemaakt, typisch Oost-Europees kunnen we deze zaken beslist niet noemen. Wel, het probleem in Hongarije heet niet Kaczynski zoals in Polen, het heet Viktor Orbán. Hier staat hij op de foto in januari 2015, de onderste foto. Als u goed kijkt, ziet u hem rechts achter Tusk, Donald Tusk. Na de terreuraanslag in Parijs, de terreuraanslag op het satirische blad Charlie Hebdo. Viktor Orbán liep daar voor vrijheid van meningsuiting tegen terreur. En hij legde ook onmiddellijk de link met moslims en migratie. Voor hem was helder waar de dreiging vandaan komt. Het kwam hem ook goed uit. Op dat moment had zijn partij, eind 2014, had zijn partij Fidesz enorm aan steun ingeboet. En toen waren er niet alleen deze aanslagen, maar ook een grote stroom vluchtelingen migranten die uit Syrië naar Hongarije kwam, via Hongarije ook naar de rest van de Europese Unie, voor hem een geschenk uit de hemel, want op deze manier kon hij het gevaar overdrijven en vervolgens als redder optreden. Hij bouwde een hek om Hongarije, waardoor geen asielzoeker meer onopgemerkt via die route de EU in kon. En sindsdien is hij de held van rechtsnationalisten. Op basis van dat keiharde standpunt ten aanzien van migratie werd hij in april 2018, dit jaar, voor de derde maal op rij premier van Hongarije. Fidesz, zijn partij, betekent overigens Alliantie van Jonge Democraten, heel onschuldige naam,
Zeker in vergelijking met de Poolspartij. Fidesz kreeg 48% van de stemmen. En interessant, haalde daarmee ook meteen 2/3 van de zetels binnen. 67%. 2/3 meerderheid. Dat kan heel comfortabel zijn. Ik zeg daar dadelijk nog wat meer over. Daarnaast stelde hij al eerder dat zijn plan was een illiberale democratie te creëren die zou breken met de dogma's en ideologieën van het Westen. Nu zijn er natuurlijk wel meer politici die zoiets roepen. Daar hoeven we niet heel ver voor te gaan. En als Orbán toch democratisch aan de macht komt, wat is dan precies het probleem? Waarom is hij een probleem en voor wie? Ik zou zeggen omdat hij de checks en balances uit het buiten werking stelt die je nodig hebt voor een goed werkende democratie. Checks en balances. En dan gaat het niet alleen over de machtenscheiding, maar ook bijvoorbeeld controle door een onafhankelijke pers en dat soort zaken meer. Orbán, dankzij de 2/3 meerderheid die hij in 2010 al verwierf, was in staat om toen een nieuwe grondwet aan te nemen. En die voorzag in het inperken van bevoegdheden van het constitutioneel hof, daar hebben we het weer, en ook voorzag in een versterking van de politieke controle over de media en over de rechterlijke macht in zijn algemeenheid. En op deze manier wilde hij een nieuw Hongarije bouwen, gebaseerd op christelijk-conservatieve waarden. De natie en het gezin. En als je nu zich afvraagt, waar komt dat gezin ineens vandaan? Wel, Hongarije is een van de landen die kampen met een teruglopende bevolking. En hij vindt dat de oplossing daarvoor vooral niet moet zijn het verwelkomen van migranten, maar vooral het produceren van meer kindertjes van puur Hongaars bloed. Dat is de leidraad. Belangrijk is dat hij in 2011 een nieuwe kieswet aannam, weer met die 2/3 meerderheid, waarmee hij de oppositie monddood maakte. Oppositie is een van die kernelementen in checks en balances in een democratie. Orbán liet de kiesdistricten hertekenen, op zo'n manier dat hij er zelf zo gunstig mogelijk uit zou komen. En ook creëerde hij een winnaarsbonus. Dus de grootste partij per kiesdistrict kreeg extra zetels. Nou, dat werkte heel goed. In 2014 had hij een kwart minder stemmen dan 4 jaar eerder. En in aantal zetels ging hij maar 1% achteruit. Dus dat was goed uitgekomen. Hij verlaagde ook de pensioenleeftijd van rechters. Dat is kennelijk een favoriet element in dit soort plannen. Van 70 naar 62 jaar. En hij liet nieuwe rechters benoemen door een vertrouwelingen van hem. En sinds 10 minuten weet ik dat dit court packing plan heet. Hij zette de onafhankelijke media buitenspel, geschreven pers, tv's enzovoort, door ze te laten opkopen door vriendjes. Hij heeft de academische vrijheid ingeperkt, ondermijnd, aangetast door een topuniversiteit in Budapest, de Central Eastern, University, te dwingen om te verhuizen. Ze gaan naar Wenen. Hij heeft de accreditatie en financiering van gender studies ingetrokken. Want gender studies, dat is geen wetenschap, dat is ideologie. The government's, quote, the government's standpoint is that people are born either male or female, we do not consider it acceptable for us to talk about socially constructed genders rather than biological sexes. Interessant dat de regering hierover standpunten uitvaardigt. Hij verzet zich ook in het kader van de Europese Unie, hij, Orbán en zijn regering, verzet zich tegen elke verwijzing naar LHBT'ers, lesbiennes, homo's, biseksuele, transgenders, intersex mensen. Zodra de term opduikt, blokkeert hij het document. Een heel ander aspect is dat er wijdverbreide corruptie is en misbruik van Europese gelden door Orbán. Ik kan nog een tijdje doorgaan met het aantal stappen dat er is gezet sinds hij in 2010 aan de macht kwam. Maar laten we duidelijk zijn, het is misschien een probleem voor de rechtsstaat, maar het is zeker een probleem voor een goed functionerende democratie. De vraag is dan, wat kan de Europese Unie doen? Ja, in artikel 2 is opgenomen dat de waarden waarop de Unie berust zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. En wat ik nog even
niet eens melden, is dat bijvoorbeeld rechten van Roma en Joden systematisch geschonden worden in Hongarije op wettelijke basis. Als nu deze waarden geschonden worden, dan heeft de Europese Unie artikel 7 in het verdrag, dat in het eerste lid zegt dat de Raad of het Europees Parlement of de Europese Raad kunnen vaststellen dat er duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending van de waarden in artikel 2. En als dat het geval is, dan kunnen zij bij meerderheid in de Raad, dus waar onze ministers zitten, dan kunnen zij besluiten dat er aanbevelingen moeten worden geformuleerd voor het land wat in het beklaagde bankje zit. En vervolgens moet dat land die uitvoeren, althans als het dat niet wil, dan komen we naar een stap verder, namelijk 7.2. Dan wordt er gezegd, en nu is er sprake van een ernstige en voortdurende schending van de in artikel 2 bedoelde waarden. Die vaststelling moet gedaan worden door de Europese Raad, daar zitten de regeringsleiders in, zoals Mark Rutte, bij unanimiteit. En als ze daarover eens zijn, dan kan het ertoe leiden dat deze staat geen stemrecht meer heeft. Dit wordt wel de nucleaire optie genoemd. Dan maak je de ander mond dood. Daarvoor is ook wel 72% meerderheid nodig binnen die raad. Deze opties heeft de Europese Unie dus. Die eerste, artikel 7.1, artikel 7.2. Maar daarnaast kun je ook bijvoorbeeld rechtszaken starten bij het Europees Hof, omdat deze staat bepaalde specifieke bepalingen niet heeft uitgevoerd, dan wel regels schendt. Inbreukprocedures heten deze. En je kunt ook subsidies inhouden. Ja, het geld uit de Europese fondsen. Wel, wat doet de Europese Unie? Daar hebben we Frans weer. Vooral gericht is op dialoog met Hongarije. En al heeft gezegd dat als dat niet helpt, dat hij dan het Hof te hulp zal roepen. Met andere woorden, dan zou er een 7.1 procedure gestart kunnen worden wat hem betreft. Er lopen al een aantal inbreukprocedures met betrekking tot asielrecht, met betrekking tot de anti-Soros-wet, zoals die is genoemd. Een wet die donaties aan niet-governementele organisaties verbiedt als die donaties uit het buitenland komen. En als u zich afvraagt over wat voor organisaties hebben we het dan? Bijvoorbeeld Transparency International, dat corruptie onderzoekt. Goed. Er is een inbreukprocedure met betrekking tot de vrijheid van vereniging, bescherming van persoonlijke data. En er loopt een inbreukprocedure tegen de Hoger Onderwijswet. Dus dat instrument wordt veel gebruikt. Er loopt trouwens ook een onderzoek door OLAF, de antifraudedienst van de Europese Unie, naar die besteding van Europese gelden. Maar het zwaarste instrument is onlangs door het Europees Parlement uit de kast getrokken. Voor het eerst heeft het Europees Parlement op basis van een rapport van een van de leden besloten dat ze de Raad zullen vragen om 7.1 in werking te stellen. U bent nu, voor zover u dat nog niet was, in no time beheerst u die Eurospeak, het eurotaaltje, dus nu weet u wat 7.1 is. Wel, 7.1 wordt dus in werking gesteld. Judith Sargentini, GroenLinks parlementslid. Zij is degene die het rapport schreef, waarin zij gedetailleerd uitlegde wat er allemaal mis was in Hongarije. Haar rapport werd door 2/3 van het Europees Parlement, van de Europees parlementsleden aangenomen, inclusief dus dat verzoek aan de Raad om 7.1 te starten. Vanmiddag is daarover gesproken, overigens in de Raad, maar misschien komen we daar nog over te praten. Wel, dus er wordt actie ondernomen met betrekking tot Hongarije. Wat vinden de Hongaren daar zelf van? Ze zijn verdeeld. Kijk, velen stemden op Orbán, niet alleen vanwege zijn migratiestandpunt, maar ook omdat hij erin geslaagd is om de economie, die aanvankelijk zeer in het slop zat, daaruit te trekken. En reductie van werkloosheid, verhoging van lonen, dat levert altijd stemmen op. Heel veel Hongaren echter zijn boos, verdrietig, ze schamen zich. Ze bedanken Arjen Lubach voor het satirische filmpje dat hij maakte. Ze protesteren met tienduizenden, regelmatig. Ze zijn erg blij met de actie van Judith Sargentini. Een meerderheid van de Hongaarse bevolking stemde immers niet op Fidesz. En ook in hun houding jegens de Europese Unie, zoals u kunt zien in het overzichtje, zijn ze niet anders dan Nederland. En overigens ook Orbán is niet anti-Europese Unie. Hij is vooral tegenstander van Brussels migratiebeleid en hamert op de onafhankelijkheid van de Hongaarse staat. Maar het is niet zo dat hij zegt, we moeten uit de EU. Geen hexit aan de horizon dus.
Is dit nu typisch Oost-Europees? Hè? Dat gedoe met die rechters die met pensioen moeten en dergelijke. Nee. Zoals collega Bovendeert al opmerkte, er zijn verschillende vormen van wat ik dan democratic backsliding zou noemen in verschillende Europese landen. Er zijn wel drie zaken die Polen en Hongarije gemeen hebben. Allereerst de geschiedenis. Beide hebben een ervaring van eeuwenlange buitenlandse overheersing en invasies. Voor Hongarije bijvoorbeeld door de Turken, de Oostenrijkers, de Nazi's en de Russen. Zij hebben een sterke nadruk, leggen graag de nadruk op onafhankelijkheid, patriotisme, soevereiniteit. Het idee, wij laten ons niet weer de les lezen door een ander. Ten tweede, een punt waar ik erg aan hecht, instituties doen ertoe. Institutions matter. Een presidentieel systeem, Polen heeft een semi-presidentieel systeem, althans een systeem waarin de president bijzonder veel macht heeft. En een meerderheidsstelsel, zoals in Hongarije een districtenstelsel, dat zijn kiessystemen die kwetsbaar zijn. Want ze brengen degene die de macht hebben in de verleiding om die checks en balances ongedaan te maken. Dat kaartje daar rechts, zo zou Nederland eruit zien als in 2017 het Britse stelsel, kiesstelsel, hier van toepassing was geweest. Blauw staat voor de VVD. Die zou dan een minstens 2/3 meerderheid hebben verworven in het parlement. En zou misschien ook in de verleiding komen om zaken door te drijven in hun visie. Je hoeft dan geen compromissen meer te sluiten. We zeggen dan, deze systemen zorgen dat je vatbaar bent voor polyporisme. Als u kijkt naar die zwammetjes, dan zult u begrijpen waar het beeld vandaan komt. Het ondermijnen van een democratie met gebruikmaking van de regels van de democratie zelf. Afhankelijk van de instituties ligt dat gevaar meer of minder op de loer. En tenslotte, beide landen kampen met dezelfde soort scheidslijnen tussen stad en platteland. In Boedapest heeft de meerderheid tegen Orbán gestemd voor andere partijen. Tussen jong en oud, een meerderheid van de jongeren heeft tegen Orbán voor andere partijen gestemd. En daardoorheen zie je de kwestie van het opleidingsniveau, de houding ten aanzien van globalisering, eigenlijk dezelfde patronen die we ook hebben gezien bij stem op de Brexit, bij de gele hesjes, dat soort processen. Wel, is dit nu het einde van de rechtsstaat in Hongarije? Onze minister van Buitenlandse Zaken zegt, oh, die Soros-wet die is verontrustend. De Hongaarse rechtsstaat is niet in gevaar. Ik zou willen stellen, er is wel degelijk een risico van in ieder geval de democratie, een goede werking van de democratie is in gevaar gebracht. En voor een goede werking van de democratie heb je machtenscheiding nodig en sterke onafhankelijke rechtspraak. Ik ben wat minder optimistisch dan onze minister. Dank u wel. Oké, okay. Dank jullie beiden voor deze toelichting. Ik denk dat we nu iets meer grip hebben op de twee verschillende landen. En dat het dus wel degelijk dat we niet Oost-Europa op één hoop kunnen gooien. Zeggen die landen zijn hetzelfde. Maar ik dacht misschien is het goed om kort eerst nog even in te gaan op de overeenkomsten en verschillen tussen die twee cases. Want aan de ene kant lijken er toch wel gelijkenissen, maar er zijn ook wel verschillen. Dus Paul, misschien is het goed om bij jou te beginnen als jurist. Als jij naar de Hongaarse casus kijkt, waar Anne net over vertelde. Zijn er dan elementen waarvan je denkt, oh, dat valt me op. Dat lijkt wel op de Hongaarse casus. Of is het totaal anders? Nou ja, ik heb het idee, ook als ik jouw verhaal hoor, dat de problemen in Hongarije breder liggen. Op meerdere terreinen. Ja. Polen concentreert zich de problematiek toch echt op de hervorming van de rechterlijke macht. Dat is ook eigenlijk de casus die de Europese Commissie maakt. Het is allemaal gefixeerd op die derde staatsmacht en de inbreuk op de onafhankelijkheid van die staatsmacht. Maar als ik de verhalen over Hongarije hoor en lees, dan denk ik dat daar raakt het andere elementen van de rechtsstaat ook. Bijvoorbeeld het democratie-element en de grondrechten. Het ligt daar breder. Dus ja, dat is misschien ook verontrustender.
Omdat het aan meer facetten raakt dan, dan louter de rechtspraak. Dat klinkt een beetje flauw misschien, maar ja. Laten we nog heel even bij Polen blijven. Dan, wat ik me dan wel afvraag, van, ik kan zeggen, ja, wie heeft er nou baat bij deze ontwikkeling? Waarom wil de partij recht en rechtvaardigheid, het rechtssysteem hervormen? Nou ja, kijk, de rechter is eigenlijk best wel machtig in een rechtsstaat. Want de rechter heeft vaak het laatste woord. Ja, zo'n constitutioneel hof heeft het laatste woord over wetgeving. Mag wetgeving in werking treden of niet? Of mag wetgeving rechtsgeldig blijven of niet? En de gewone rechter, die toetst eigenlijk alle besluiten van de overheid op rechtmatigheid. Dus zo'n rechter kan ontzettend lastig zijn. Dat is wat Roosevelt natuurlijk in de jaren 30 ook meemaakte. Al zijn wetgeving werd buiten werking gesteld door die rechter. Door die conservatieve rechters in het Supreme Court. En nou ja, best wel een beetje te begrijpen dat hij daar wat aan wilde doen. Ja. Maar niet op deze manier. En dat vindt eigenlijk ook in Polen plaats. Die rechter is belangrijk. En wil je die macht beïnvloeden, dan moet je dat doen via de samenstelling. En ja, dat kan dan door rechters te benoemen of rechters te ontslaan of toezicht te gaan houden op rechters. Zo kun je die rechters onder druk zetten. En dat zijn de methoden die je dan toepast als je die rechterlijke macht in de tang wil nemen. Okay. Dus inderdaad, om je eigen beleid toch mogelijk te kunnen maken, is het heel fijn inderdaad. Ja, want je gaat stiekem een beetje kan kortpakken. Je gaat personen benoemen die op jouw lijn zitten. En je gaat personen ontslaan of het leven moeilijk maken of geen zaken meer toedelen waarvan je weet dat ze kritisch zijn. Ja. Dus zo ga je die rechtelijke macht dan manipuleren. En Anna, misschien kan jij er iets over zeggen? Er is bepaald beleid en die rechters die houden dat tegen. Zijn er dan specifieke facetten waar die rechters voor gaan liggen? In Polen? Ja. Nou, dat weet ik niet. Okay. Daar heb ik geen zicht op. Nee. Nee. Nou, dan is het misschien een mooi bruggetje. Waar gaan de rechters in Hongarije voor liggen? Orbán die heeft ervoor gezorgd dat ze dat niet meer kunnen. En je zou verwachten dat ze anders grote moeite zouden hebben gehad met een aantal van de wetten die hij heeft doorgevoerd, juist als het gaat over de rechten van migranten, de rechten van minderheden, als het gaat over gelijkheid. Dus allerlei zaken die hij per wet geregeld heeft en waarbij hij ervoor gezorgd heeft zowel de oppositie in het parlement als oppositie vanuit de rechterlijke macht monddood te maken. En bovendien via controle over de pers te voorkomen dat mensen hier een helder beeld over hebben, want het is nu werkelijk zo dat de tv een spreekbuis van de regering is. Dus daarmee wordt het heel erg lastig om nog een debat te voeren over de politiek. En is het voor de burgers ook steeds lastiger om hun positie, hun belangen behartigd te zien via de rechter, mochten die geschaad zijn. Dus dat is een ernstige zaak. Dus het is misschien nog wel, dus in beide landen is er genoeg reden om hier bezorgd over te zijn. Maar ik moet bij jullie beiden zeggen, ja, maar in Hongarije gaat het er nog net een tikje heftiger aan. Nou, ik ben geen deskundige op het terrein van Hongarije, maar dat is wel de indruk die ik heb. Ja. 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 Dan hebben we daar een beetje een beeld van. Misschien is het goed om nog even wat verder in te gaan op het begrip rechtsstaat. Want we hebben al een beetje een beeld van wat het behelst. Maar wat ik heel duidelijk naar voren zag komen in uw verhaal is dat u zegt van, ja, het is mooi dat iedereen het heeft over de rechtsstaat. Maar dat is niet zo'n eenduidig begrip. Heb ik dat goed begrepen? Zeker, ja. Is het dan zo dat ieder land een eigen invulling kan geven aan het begrip rechtsstaat? Ja, ik denk het wel. Hè. Dus je ziet dus in dat EU-verdrag wordt die term rechtspraak, rechtsstaat wel genoemd. Maar als je vervolgens nalaat om een precieze invulling te geven aan dat begrip in datzelfde verdrag, hè, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de rechtsstaat, ja,
dan wordt het een heel open begrip waar je alle kanten mee uit kunt. En dat zie je nu in die casus Polen ook gebeuren. Je ziet dat de Europese Commissie een bepaald standpunt over de rechtsstaat inneemt. Dat is op zich helemaal geen slecht standpunt. En dan in het bijzonder over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in die rechtsstaat. Ja, en dat men in Polen zegt van ja, maar jullie stellen eisen die ook niet gelden in andere landen. In Polen wijst men dan eigenlijk standaard naar Duitsland, wat ik eigenlijk wel een aardige reactie vind van die Polen. Zeg van ja, kijk eens in Duitsland. Dat is bij uitstek politiek lichaam dat rechters benoemt. 16 leden van het parlement, 16 deelstaatministers. Politieker kan het niet. Hoe kunnen jullie ons de eis opleggen om in zo'n benoemingsprocedure te verlangen dat voor het merendeel rechters, gekozen door rechters, beslissen over benoeming? En hier zie je heel mooi hoe ja, zo'n abstract begrip vervolgens leegloopt als je het gaat concretiseren. En in dit geval ja, op het terrein van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Ja. En dat is het probleem waar, ja, denk ik, de Europese Commissie ja, toch eens goed over moet nadenken. Ja, want ja, dit leidt wel tot een hele eenzijdige oriëntatie op één land dat volgens mij ook rechtsstatelijke eisen schendt. Maar andere landen die ja, ook de nodige gebreken vertonen. Daar hebben we het niks tegen gedaan. Dus zou het dan zo zijn dat... Dus, want dus eigenlijk van die Venetië Commissie of die Venice Committee, ja, hebben hele ja, strenge eisen geformuleerd. Ja. En nu wordt dat als een soort stok gebruikt om even uit te halen naar Polen en Hongarije. Ja. Ja. Als ze nou consequent zouden zijn, dan zouden ze ook eens even bij onze zuiderburen moeten aankloppen. Ja. En misschien ook wel bij ons benoemd zelf, de koning, ja, notabene, ja, de rechter. Ja. Nou, ik ken toevallig een lid van die Venice Commission en ik heb ook laatst een gezegd, hey, wanneer brengen jullie nou eens een rapport uit over Nederland? He, want ook hier zijn er tekortkomingen als het gaat om de organisatie van de rechterlijke macht. Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen, maar heel veel rechters zijn in Nederland ontzettend ontevreden over de organisatiestructuur in de Nederlandse rechterlijke macht. Ze hebben geen vertrouwen in de Raad van de Rechtspraak. 97% van de rechters in Nederland heeft geen vertrouwen in de Raad van de Rechtspraak in Nederland. Heel veel rechters klagen over overbelasting. Ze hebben geen enkele zeggenschap over benoemingen van bestuurders in de rechterlijke macht. Dus je zou kunnen zeggen, ja, wij maken ons druk over Polen en Hongarije. Maar op dit punt hebben we het in Nederland ook nog niet goed op orde. Nee. En ja, dus dat wringt in deze discussie. Ik wil niet zeggen dat het goed gaat in Polen. Maar ja, er zijn ernstige tekortkomingen. Maar we zien die tekortkomingen ook in andere landen. En Anna, hoe kan het dan dat? Hoe kunnen we ergens verklaren waarom we dat er dan wel bij Polen willen doen, maar bij onze in Nederland of in België niet? Waarom kloppen ze hier niet aan? Ja, ik wilde eigenlijk eerst nog iets anders zeggen, ja, namelijk dat je ziet dat naast die artikel 7 procedure die wel gestart is tegen Polen. Dat het niet de commissie is die nu de artikel 7 procedure tegen Hongarije heeft gestart. Maar wel verschillende inbreukprocedures. Overigens is er met die inbreukprocedure over de leeftijdsdiscriminatie in Polen is er wel succesvol geweest. Hè. Dus je ziet dat het waarschijnlijk effectiever is om via specifieke instrumenten. Hè, dus die specifieke inbreukprocedure waarbij je naar het Hof gaat, het Europese Hof, en zegt op dit en dit en dit punt bijvoorbeeld de Hongaarse of de Poolse regering in gebrek, dat meer kans biedt op succes, om te vermijden dat je in allerlei enorme discussies verzeilt over op grond van welke criteria. Waarom niet Nederland of Duitsland op dit punt aangevallen? Kijk, dat hele artikel 2 en die hele, vooral niet artikel 2 op zich, maar vooral die hele artikel 7 procedure, is in het verdrag opgenomen na de val van de muur en de kans dat de Europese Unie zou gaan uitbreiden met een groot aantal Oost- en Centraal-Europese landen.
waarvan gezegd werd, ja, die zijn dan net niet meer communistisch en ze zijn net kapitalistisch geworden en net een beetje democratie. Maar stel nu, ze vallen terug in hun communistisch-autoritaire traditie. Wat dan? Dan moeten we wel een middel hebben om ze, als ze eenmaal dit zijn, ook weer uit te kunnen zetten uit deze club. En toen is bij het Verdrag van Amsterdam is die artikel 7-procedure opgenomen. En vervolgens hebben ze die toen ook nog uitgeprobeerd op Oostenrijk. Dat was geen succes. Maar die is dus heel duidelijk ooit opgenomen toen Nederland en Duitsland al heel lang lid waren, deel uitmaakten van de club. En dat is natuurlijk altijd zo. Als je lid bent van een club, dan maak je de regels op zo'n manier dat ze eigenlijk jouw status quo of jouw positie liefst versterken. En dat je ongewenste anderen in ieder geval pas hoeft toe te laten op het moment dat ze voldoen aan jouw eisen. En dat is precies wat je nu ziet gebeuren. Ja, blijven. Minder streng voor de mensen in onze eigen club. En die nieuwe leden, daar zijn wij nog even extra kritisch op. Okay. Ja. Ja, nou ik denk dat het ook een verschil aan rechtscultuur is. Mm-hmm. Ja, je ziet veel van die West-Europese landen zie je ook zwakke procedures die heel makkelijk misbruikt kunnen worden. Door regeringen, door parlementen. Maar de rechtscultuur heeft zich geleidelijk aan, door de jaren heen zo ontwikkeld dat dat niet gebeurt. En dat men meer respect heeft voor onafhankelijkheid en het belang van onafhankelijkheid van het recht. Dat zie je natuurlijk in Duitsland ook. In Duitsland is die procedure eigenlijk heel politiek. Toch vinden er weinig politieke benoemingen plaats. Omdat de rechtscultuur is dat er respect is voor die onafhankelijkheid. En dat zie je in zo'n relatief nieuw land als Polen. Zie je dat nog niet. Die rechtscultuur is daar op die wijze nog niet tot ontwikkeling gekomen. En misschien moet je dat ook meer tijd gunnen. Om zo'n cultuur. Kijk, bij ons is die cultuur ook niet in een paar jaar ontstaan. Dat heeft ook heel lang geduurd voordat die rechterlijke macht zo'n evenwichtige positie in beginsel verworven heeft. En daar zie je natuurlijk nu in Polen, Hongarije, hele extreme reacties van de politiek op in Polen de rechterlijke macht. En maar ja, dat moet misschien ook leiden tot een groeiend besef, ook onder de burgers, van ja, zo ga je niet om met je rechterlijke macht. En dat leidt dan weer tot andere politieke verhoudingen, hopelijk in de toekomst. Maar dat is misschien ook een verklarende factor. Ja. Nou ga ik even advocaat van de duivel spelen. Nou ben ik stemmer van recht en rechtvaardigheid in Polen. Ja. Mij is verteld, al die rechters, dat zijn allemaal nog oude communisten. Ja. Het is tijd dat daar wat gaat veranderen. En wat de regering feitelijk doet, is balanceren. Ja. Er komt nu ruimte om de rechters, om wat meer links-rechts verhoudingen aan te brengen. Ja. Is dat zou dat een faire benadering zijn? Of zegt u nee, want wat we zien is dat er juist één invulling aan wordt gegeven. Daar kan ik niet echt heel goed inschatten. Maar wat je wel kunt zeggen is dat als je naar enquêtes gaat kijken, dus weer naar die surveys van het vertrouwen van burgers in instellingen. En dan komt het parlement er vaak heel slecht uit. Dat is bijna alle landen zo. Die zitten nog net boven de politieke partijen, want daar hebben burgers het minste vertrouwen in. Maar de rechterlijke macht komt er meestal heel goed uit. In heel veel Europese landen wordt de rechterlijke macht, heeft de burger veel vertrouwen in de rechterlijke macht. Maar niet in Polen. Dus je ziet daar wel een duidelijk vertrouwensdeficit in Polen. Dus ook onder burgers. Dus in die zin denk ik dat die rechterlijke macht daar zwakker staat in die maatschappij dan bijvoorbeeld in West-Europese landen. En dat verklaart ook misschien waarom een burger zich makkelijk mee laat slepen door zo'n politieke partij die dit soort ingrijpende hervormingen nastreeft. Ja. Oké. Okay. Misschien is het goed om, nadat we naar de landen hebben gekeken, toch even weer naar Europa te kijken. Die artikel 7-procedure is voorzichtig in gang gezet, zeg ik dan. Maar misschien is dat nog even goed. Ik weet niet, volgens mij hebben we dat niet meer echt van. Wat zijn de implicaties op het moment dat artikel 7 met zijn verschillende leden zou worden ingevoerd? Nou, het is zo dat vanmiddag heeft de Raad van Algemene Zaken, dus de ministers van Algemene Zaken, zijn dat de ministers van Buitenlandse Zaken,
heeft vergaderd. En dit was een van de punten, namelijk de bespreking van de toestand rond Polen in artikel 7 en rond Hongarije in artikel 7. En dit is al de derde keer trouwens dat ze het over Polen hebben. En wat er dan gebeurt is eigenlijk, ze zijn nu bezig met die 7.1 procedure. Omdat de commissie dus heeft gezegd, nou, er zijn een aantal punten die waar we verandering op willen zien. En dan krijgt allereerst het land, in dit geval Polen, kans om uit te leggen, toelichting te geven op wat er nu precies aan de hand is en hoe ze dat zelf zien en dat soort zaken meer. En tot nu toe is het nog steeds een spel waarbij men beleefd een soort hoor en wederhoor toepast. En ook vandaag zijn ze nog geen, tenminste wat ik op grond van het persbericht kon zien, zijn ze nog geen stap verder gekomen daarin. Want het is zo dat een volgende stap zou zijn, dat dan ofwel wordt vastgesteld, wij zijn als raad toch gerustgesteld en wij vinden dat hier geen schending gevaar is, hè, zo was het, groot gevaar van schending van die waarden, dat is toch onjuist gebleken. Dus we stoppen de procedure. Het kan ook zijn dat ze zeggen, nee, we vinden dat er werkelijk een groot gevaar is. En dan moeten ze bij 4/5 meerderheid concrete aanbevelingen formuleren die Polen dan dient te gaan uitvoeren. Maar zover zijn we dus nog lang niet. De vraag is zelfs of we daar ooit komen. En wat Hongarije betreft is de procedure nog in een heel pril stadium. Het is de eerste keer dat het Europees Parlement deze procedure heeft opgestart. Dat is een unicum. Orbán is overigens onmiddellijk naar het Europees Hof in Luxemburg gestart om te zeggen dat volgens hem dat helemaal geen 2/3 meerderheid was. Want dat ze geteld hebben de stemmen voor en tegen en daarvan en dat het als totaal aantal genomen en daarvan dan 2/3 voor. En ze hadden ook de onthoudingen moeten meenemen. Goed, dus dat ligt nu in Luxemburg. En verder heeft men vandaag kennis genomen van wat in het rapport staat van het Europees Parlement. Dus een enorme waslijst aan punten is dat. Gaat werkelijk over nou, al die zaken die ik opnoemde en nog een paar. En ook hier weer geldt dat Hongarije dus in de gelegenheid werd gesteld om ook hier hun visie op te geven. Dus wordt vervolgd. Dat wil zeggen, ook hier staat er dat men dit rapport heeft besproken. Punt. De dialoog gaat gewoon door. Heel veel dialoog. Ja. Ja. En stel dat het wel verder gaat, dan zou er dus op een gegeven moment zouden gestemd moeten worden. Nee, dan moet er concreet zijn vastgesteld. Ja, we vinden echt bij 4/5 de meerderheid dat hier een groot gevaar is voor schending van die waarde. Ik weet niet welke ze dan kiezen in het geval van Hongarije, want eigenlijk dekt het wel de lijst, dekt wel het hele lijstje af ook aan waarden. Mensenrechten, gelijkheid, democratie, rechtsstaat, de hele handel. En een hele lijst aanbevelingen. Maar dat moet er wel een 4/5 meerderheid zijn. De vraag, als dat je volgende vraag is, gaat die er ooit zijn? Correct. In aansluiting op wat Paul aangaf. Er zijn er natuurlijk, als je op deze manier landen gaat doorlichten, dan zijn er nog wat kandidaten die het gevoel hebben op punten boter op het hoofd te hebben, die zullen niet snel geneigd zijn om te zeggen, laten we dit maar gaan doen, laten we dit. Dus mijn inschatting is dat de dialoog wordt voortgezet en dat tegelijkertijd er zwaar wordt ingezet op die dat fraudeonderzoek, dat corruptieonderzoek, en dat daarvan de regels ook worden aangescherpt, waarschijnlijk in het kader van de begroting. En anderzijds, dus dat je pas in aanmerking komt voor fondsen als je je op een aantal punten correct gedraagt. En anderzijds die specifieke inbreukprocedures. Want die lopen nog, dus het is afwachten wat daar allemaal uitkomt. Nou ja, ik wou daaraan toevoegen. Het dreigen met maatregelen verpest natuurlijk de samenwerking binnen de Europese Unie. Je krijgt verschillende fronten. En het dreigen met maatregelen verpest ook de dialoog die je wilt voeren. Dus ja, er kunnen natuurlijk allerlei politieke redenen zijn om ook om je te profileren om tot dat soort maatregelen te komen. En onze Frans, die heeft dat ook heel sterk gedaan. Hè. Dat betekent wel dat hij never nooit voorzitter van de Europese Commissie zal worden. Dus waarom hij kandidaat is, daar begrijp ik niks van. Maar ja, vraag me af of dat een verstandige politiek is. Zo'n confrontatiepolitiek voeren, zeker ten aanzien van dit soort van deze voormalige Oostbloklanden. Mm-hmm. Want het brengt een scheuring en een scheiding teweeg.
En ja, ik denk dat dialoog, maar dan een echte dialoog, zonder dreigingen, veel beter is in dit geval. En geduld. En ja, en positief zijn. In die zin dat dit ook wel weer een keer overwaait in Polen. Hè? Daar ben ik van overtuigd. Het zijn hele verstandige mensen daar. Dat dit maar tijdelijk is. Thank you.